Kiki en Pelle en de cadeaus. Kiki en Pelle zijn heel druk. Ze gaan spelen met de cadeautjes van Kiki. Eerst gaan ze een ketting krijgen voor de pop. Ze maken een armband. Zullen we tellen hoeveel kralen het zijn, vraagt Pelle. Dat is goed, zegt Kiki. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5 kralen, zegt ze. 2 blauwe en 3 rode kralen. Het is een mooie armband. Een armband voor pop Sanne. Kiki heeft nog meer cadeautjes gekregen. Van Pepijn kreeg ze mooie kleurpotloden. Pelle pakt de kleurpotloden. Welke kleur wil jij? Vraagt Pelle. Kiki wijst de blauwe kleurpotlood aan. Zullen we een mooie tekening maken? Als de tekening klaar is, wil Kiki een spelletje doen. Een spelletje met een dobbelsteen. Een dobbelsteen met zwarte stippen. Ik gooi eerst met de dobbelsteen, zegt Kiki. Oh, kijk eens wat voor stippen. Het zijn 1, 2, 3, 4 stippen. Nu mag Pelle gooien. Hij gooit 1 te veel. Ook 4 stippen. Ik kan nog meer stippen gooien, zegt Kiki. Kiki gooit de dobbelsteen heel ver weg. Hij rolt van de tafel. De dobbelsteen is op de grond gevallen. Kiki kijkt hoeveel ze gegooid heeft. Ze telt 1, 2, 3, 4, 5, 6 stippen. Hoi hoi, Kiki heeft het hoogste getal gegooid. Pelle heeft 4 gegooid en dat is minder. Ik mag zeggen wat we nu gaan doen, zegt Kiki. Pelle vindt het goed. Ik wil knikkeren met de nieuwe knikkers, zegt Kiki. Dat vindt Pelle een goed idee. Pelle legt 5 knikkers naast elkaar. Kiki moet proberen de knikkers te raken. Ze gooit en... ja hoor, pats! Ze raakt de 3e knikker. Kiki en Pelle vinden knikkeren een leuk spelletje. Pelle is moe geworden van alle spelletjes, maar Kiki heeft alweer iets nieuws bedacht. We gaan touwtjes springen, zegt Kiki. Nee hoor, zegt Pelle. Dat is alleen voor meisjes. Niet waar, zegt Kiki. Wel waar, zegt Pelle. Touwtjes springen is voor jongens en meisjes, zegt Kiki. Kiki pakt haar springtouw. We gaan tellen hoe. Ik begin, zegt Kiki. Kiki zwaait met de springtouw rond en springt. Oh, wat goed. Ze springt 4 keer over het touw. Nu mag Pelle het touwtje springen. Zou Pelle het ook zo goed kunnen als Kiki? Pelle pakt het springtouw en springt. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Joepie, ik heb gewonnen, zegt Pelle. Kiki kijkt een beetje boos. Ze vindt het niet leuk om te verliezen, maar even later kan ze alweer lachen. Mama heeft een lekker glas limonade ingeschonken. Dat is lekker. Ze drinkt het glas helemaal leeg. Zullen we nu met de bal gooien? Vraagt Pelle. Kiki pakt de bal en gooit hem naar Pelle. Je moet de bal wel vangen hoor. Oeps, Pelle kan de bal nog net vangen. Hij gooit de bal voorzichtig terug naar Kiki. Kiki vangt de bal met haar beide handen. Dan gooit ze de bal weer naar Pelle. Maar Kiki gooit de bal veel te hard. Pelle krijgt de bal op zijn neus. Auw, auw, schreeuwt hij. Auw, mijn neus. De tranen springen in zijn ogen. En er komt bloed uit zijn neus. Gelukkig komt Kiki's moeder eraan. Ze veegt Pelle's neus schoon met een doekje. Kiki is ook geschrokken. Doet het geen pijn meer, Pelle? Vraagt ze. Ze geeft Pelle een dikke kus op zijn neus. Dan kan Pelle weer lachen. Dit is geschreven door Jeanette Lodewegers en Lia Mick. Illustraties van Christel Kruckert. Uitgave van Papira Publishers.